Ja, als we naar de grondmijncijfers kijken, zien we ook daar het probleem van natuurlijk de bouwsector in Nederland. En eigenlijk de bouwsector in Noordwest-Europa. Ik wil zeggen, cijfers eerste halfjaar behoorlijk onder druk. Dat houdt in niet alleen het operationele deel, maar met name door herstructureringslasten die doorgevoerd zijn, die we ook wel konden verwachten. Maar dat betekent dat je dus een heel negatief cijfer hebt over het eerste halfjaar. Maar dat hoort eigenlijk bij de herstructureringsfase waarin het bedrijf in zit. Met de outlook voor grondmijn moet je eigenlijk vanuit gaan dat de markten nou niet direct verbeteren. Dat zien we om ons heen in de bouwmarkten, ontwikkelingsmarkten. En dat geldt met name voor Noordwest-Europa. Dus wat dat betreft, omzet blijft toch wat onder druk. Ook de marges blijven wat onder druk. Maar gelukkig zullen de herstructureringslasten logischerwijs wat minder worden. Betekent, tweede half jaar zal wat beter worden dan de eerste half jaar. Maar er is nog geen sprake van uitbundige stemming ten opzichte van omzetstijging, want daar zitten we nog niet zo ver. Als je naar de marge kijkt, dan zie je ook bij grondmij dat daar behoorlijk druk is op de marge. Van vroeger 4% naar nu ongeveer 2%. Houdt in dat grondmij wel de bakens aan het verzetten is naar een 4- of 5-tal geconcentreerde sectoren waar ze eigenlijk marktleider zijn en mooie opdrachten krijgen. Dus wat dat betreft, er zal wat gaan verbeteren in de toekomst, maar dat zal langzaam maar zeker gaan. En als advies, ja, we hebben tot nu toe op grondmij een houden advies, want we willen eigenlijk zien dat de markten, dus de pure markten bouw en ontwikkeling, dat die in Noordwest-Europa wat gaan verbeteren, zodat grondmij en ook de andere bedrijven in de sector meer ruimte krijgen om en omzet te hebben en de marges te verbeteren. We wachten met spanning op het feit dat die marges gaan verbeteren, maar ik zie dat nog niet het eerste half jaar, dus voorlopig hebben we nog als rating hebben we een houden op grondmij.